Hier heb ik 60 euro voor betaald. Hier heb ik 3 euro voor betaald. Het moet in ieder geval passen, want het is super stretch. I'm Kim Kardashian West. We're not done yet, honey. Huh? Zeg maar, het begon heel goed en nu gaat het heel slecht. Hey guys, super goed dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie aan de titel kunnen zien, gaan we vandaag iets testen. Ik heb namelijk een mega bestelling gedaan bij Shein. Shein, volgens mij is het officieel Shein van SHEINside. Maar laten we er in ieder geval niet over discussiëren in de comments. Het is een soort van trend op YouTube geworden om die shit te testen, om het te bestellen. En ik heb het ooit, zeg maar, echt jaren geleden een keer bij Romwe besteld. Maar ik werd toch een soort van geïnfluenced door al die video's die langskwamen. En er zaten toch vaak wel hele leuke items tussen. Dus ik dacht, weet je, fuck it. Ik doe een bestelling en we gaan het gewoon zelf uittesten. Verder heb ik alles van mijn eigen geld besteld. Dus er is niks gesponsord. Ik ga gewoon mijn eerlijke mening geven. Ik heb hier een mega grote doos. En hij zit echt gewoon de nok gevuld met spullen. En ik zou zeggen, laten we het gaan uitpakken. Eerst wil ik nog even wat delen over de bezorging en dat soort dingen. Want ik weet dat ik daar vragen over ga krijgen. De bezorging kwam gelukkig in één pakket. Maar ik hoor dat het vaker wel eens in losse pakketjes komt. En dat je wat langer moet wachten. Ik heb besteld op 17 juni. En het werd geleverd op 9 juni. Juli. Sorry. Ik heb verder geen invoerrechten betaald. Ik weet niet of dat is omdat ik geluk heb gehad met de douane of zo. Maar volgens mij hoor je geen invoerrechten te betalen. Dus dat scheelt ook. En ik kreeg nog netjes een mail van ze omdat het pakketje dus was vertraagd. Dus dat was ook super chill. Het blijft natuurlijk heel erg goedkoop. Dus ik verwacht niet te veel. Maar let's get started. Hoe gaan we dit doen? Zal ik hem gewoon leeg gooien? Heel heftig. Oké, we beginnen. Ik vind het heel lastig, want ik zie zoveel. We beginnen hier. Ik heb geen idee. Nou, het zit dus allemaal in losse verpakkingen. Dat vind ik wel een beetje jammer. Want voor mij mag je het ook gewoon in één doos pleuren zonder plastic. Dat scheelt een hoop. Want ja, wat ga je hiermee doen? Weggooien. Nou, oké. Het eerste item is deze short. Ik ben helemaal into de soort van jogging shorts. Oh, hij moet andersom. Ik heb deze volgens mij besteld in een maat L. Nou, dit is het shortje als ik hem aan heb. Ja, de maat is goed. Hij is wel nog een beetje gekreukt, dus dat is een beetje jammer. Maar I like it. Kwaliteit voelt goed. So, this is a yes. Ik ga trouwens niet te veel lullen over alle items, want ik heb volgens mij een stuk of 20, 30 items besteld. Dus ik wil niet dat deze video te lang duurt. Dus we gaan snel door. Volgende item. En dat is, even kijken. Het zit hierin. Dit is het dikste pakketje. Dit is dus een soort van oversized hoodie. Hij voelt in principe goed, maar wel een beetje, ja, sweaty, zeg maar. Ik heb geen idee hoe die staat. Als het goed is, moet hij gewoon passen. Maar we gaan het zien. Oh ja, hij heeft wel een lekker badstofje aan de binnenkant. Nou, helemaal mooi. En volgens mij hier ook zo'n broekje bij besteld. Is dat dit? Oh, maar dit is totaal een ander stofje. Maar dat doet er even niet toe. Ja, dit moet toch wel passen, jongens. Ik zie wel dat hij een beetje doorschijnt. We gaan het gewoon aantrekken. We zien het wel. Ik heb de trui aangedaan. En ik ben eigenlijk best wel positief verrast. Want ik had verwacht dat het echt een heel erg naar zweetstofje zou zijn. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Mouwen zijn lang genoeg. En ja, dit is eigenlijk ook wel een geslaagd item. Ik heb de short erbij aangetrokken die erbij hoort. Waarvan het idee, zeg maar, was dat het een set was. Maar de kleur komt niet exact overeen. Dat zie je ook wel goed op beeld. Hij is iets losser dan die roze short. Dus dat vind ik eigenlijk wel nice. Ja, je ziet dat hij hier een beetje doorschijnt. Maar daar niet. Dus dat scheelt. Zeg maar, zo zou ik het wel dragen. Zo met Nike's eronder. En dan gewoon, ja, wel zomers, maar wel wat warmer. Dus dit is wel lekker oudje. Volgende item is een bikini. Wauw. Ik ben heel erg benieuwd, want er zijn ook heel veel influencers die, zeg maar, Shein hauls maken met alleen maar bikinis. Want dat blijkt een soort van een goede plek te zijn om bikinis te kopen. Dus ik dacht, weet je, ik waag gewoon een gokje en we zien het wel. Het zit wel in een leuk zakje. Oké, ik heb dus, oh, maar dit voelt wel heel goed. Oké, nou, ik heb een bikini besteld in een soort van blauw-witte tie-dye print. Ik hoop niet dat dit doorschijnt. Met een high-waisted broekje en gewoon een basic topje. Als het goed is, moet dit gewoon passen, denk ik. Oké, nee, dit voelt gewoon als een goede bikini. Dus ik hoop dat hij past. Bikini is aan en hij zit echt perfect. I don't know, de kleur is ook echt heel erg nice. En ik ben best wel bleek van mezelf. Maar als ik dus in de zomer iets bruiner word, dan is dit echt de perfecte bikini. En ja, hij had hier misschien iets meer ruimte kunnen hebben. Want dan had ik, ja, ik weet niet, die bandjes zitten wel heel erg naar buiten. Maar verder zit hij echt helemaal top.
Love it! Volgende item. Gaan we voor dit? Even kijken wat het is. Ik vind het wel leuk dat het ingepakt zit, maar aan de andere kant is het ook weer niet. Want het is wel een soort van, oh leuk, even kijken wat hierin zit. Oh. Maar ja, plastic, plastic, plastic. Oké, okay, dit is, oh, dit is helemaal top. Dit is gewoon zo'n basic beige vestje. Ik heb hier dus ook zo'n groene van gekocht in mijn vorige ASOS video, waar iedereen heel erg enthousiast over was. Volgens mij is die zelfs uitverkocht nu. Maar ik wilde gewoon nog een keer zo'n vestje, want ik vind het gewoon zo chill. Warme dagen, dan kan je dit gewoon overheen gooien. Tada! Nou, dit vestje is echt helemaal fantastisch. Het stofje is super chill. En hij zit ook heel erg goed. De lengte van de mouwen is goed. Hij valt lekker. Nou, je kan hem over iets anders aantrekken. Of gewoon als soort van topje zo. Met alleen een BH eronder. En dit is echt helemaal top. Oh, ik zie nu dit pas. Hij heeft hier zo'n splitje en dan is hij langer. Nou, hartstikke leuk. Ik zie al tie-dye, dus dan word ik al helemaal blij. Dit was dus een topje wat volgens mij super veel verkocht werd. Het is dit blauwe tie-dye topje met wit. Ik zie wel dat hij volgens mij een beetje doorschijnt. Hij is wel heel dun. Maar wat ik je wel kan aanraden is dat als je bij zo'n site gaat bestellen, check gewoon heel erg goed de maten. Kijk eventueel wat de afmetingen zijn, zodat je het bij jezelf kan afmeten om zeker te weten dat het past. Kijk vooral naar de reviews, want er zijn dus heel veel mensen die ook reviews onder de items hebben achtergelaten met foto's hoe zij het hebben ontvangen. Met ook opmerkingen over of het echt past of niet, of de kwaliteit goed is of niet. En zo kan je al wel een beetje zien of iets zeg maar de moeite waard is om te bestellen. En dit was een shirtje wat heel veel mensen hadden besteld en waar ze heel positief over waren. En op zich ziet het er gewoon hartstikke goed uit. Tada! Nou, ik heb hem aangetrokken en ik heb er een witte BH onder gedaan. En hij schijnt niet door. Ik weet niet of dat zeg maar is omdat ik nu een beetje in het donker sta. Maar volgens mij schijnt hij niet door. En hij zit helemaal top. De hoogte is perfect. Ik vind de mouwtjes leuk. De print is goed. Het stofje voelt goed. Dus ja, ik ben hier wel tevreden over. Dan hebben we nog een leuk topje volgens mij. Dit topje. Het is wel wat schattiger dan ik normaal aan zou trekken. Maar voor de zomer is het wel leuk. Met zo'n touwtje hier. En dan kun je dan vastknopen. En dan hangen je tieten zo mooi erin. Volgens mij moet dit wel passen. Dit is het topje als ik hem aan heb. En ik ben echt heel erg positief verrast. Als in, dit is totaal niet iets wat ik zou kopen en zou dragen. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. En ik moet ook zeggen, toen ik hem aan deed, was hij best wel strak. Maar nu die aan is, zit hij echt helemaal perfect. Is dit de nieuwe Marije? Who's that? Het volgende item is, even kijken, we hebben hier wat kettingjes. Oh, het zijn twee verschillende. Ik ben heel erg in de war. Nou, zo ziet het eruit met vlindertje en een heel schattig beertje. Nog een layering necklace. Oh, ik weet het al. Op de foto leek het alsof het vier kettingen aan elkaar waren. En het zijn er eigenlijk twee aan twee, zeg maar. Ja, dit is ook altijd wel goed. Helemaal leuk. Dan hebben we nog een accessoire dingetje. Sorry. Nou, ik zie er nu uit als een soort van mislukte piraat. Maar hij is wel echt top. De grootte is echt perfect. Er moet wel even een dubbele knoop in, anders blijft hij niet zitten. Ja, like it though. Ja, ik heb nu echt van dat stijle haar eronder. Het is leuk als je krullen hebt, maar... Oké, dit is sowieso een dikke 10. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik zie iets paars-rozigs. Altijd leuk. Dit is een soort van oversized blouseje, wat je gewoon over iets anders aan kan trekken. Gewoon lekker kleur. Ik heb het blouseje aangetrokken en hij zit eigenlijk heel erg goed. Ik heb het bovenste knoopje losgedaan, zodat je iets meer... skin hebt, zeg maar. Hij is natuurlijk nog een beetje gekreukt, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Ja, ik vind het ook wel echt een goede aankoop. Ik ben tevreden. Oké, okay, dan... Oh, dat gaan we gewoon eventjes allemaal tegelijkertijd doen. Wat zijn die andere? Ik heb 4 telefoonhoesjes besteld. Want ik heb eigenlijk altijd gewoon een zwart iPhone-hoesje gehad. Toen heb ik heel kort geleden deze gekocht. En ik dacht, weet je, leuk, dan hebben we een keer wat om af te wisselen. Nou, dit is dus mijn iPhone-hoesje en dit is die van Shein. Hij voelt steviger. Het is allebei siliconen en ze zien er echt exact hetzelfde uit. Het is echt bizar. Alleen het Apple logootje is zeg maar echt een millimeter kleiner. Holy shit, maar dit is echt... Hier heb ik 60 euro voor betaald. Hier heb ik 3 euro voor betaald. Dit is gewoon dezelfde kwaliteit. Oké, okay, deze is sowieso helemaal goedgekeurd. Dan hebben we deze. En dit is een mintgroen hoesje met allemaal leuke bloemetjes erop. Ja, deze voelt ook goed. Is ook een soort van siliconen. Wel iets minder stevig heb ik het idee. Hij gaat ook wel wat makkelijker eraf. Maar in principe zit hij wel goed. Dan hebben we deze. Die vond ik heel erg leuk, want die is doorzichtig. Maar deze is ook echt top. I really like it. Het is
best wel stevig. Het zit goed eromheen. Oké, en de laatste. Ja, dit is denk ik niet helemaal een succes. Van Koeienprintje. Maar ik moet zeggen, hij zit er wel goed omheen. Alleen als je kijkt naar de kwaliteit en naar de print, is het nou niet echt dat je zegt, wow, het is echt mooi bedrukt, zeg maar. Maar ja, hij past en hij zit goed. Dus nou, dan hebben we wel weer even leuke telefoonhoesjes voor de komende paar maanden. We gaan weer door met wat kleren. Ik heb hier nog een groen topje dingetje. Dit is een crop toppie, zo, voor over je boobies. En dan dus met mega lange mouwen, lekker poofy. Ik ben heel benieuwd of dit mij staat. Het moet in ieder geval passen, want het is super stretch. Ik heb hem aan. Nou, fun fact, hij zit nu goed. Ik vind hem echt heel erg nice. Het is niet iets wat ik heel snel aan zou trekken, maar als ik bijvoorbeeld een of ander heel bijzonder strandfeestje heb of zo, is dit natuurlijk helemaal perfect. Maar ik had hem dus net verkeerd om aan. Dus dit had ik aan de voorkant gedaan, maar dit is dus veel smaller dan dit. Dus ik had het aan en ik dacht echt, huh? Is het normaal dat je tieten eruit vallen? Maar ik had hem gewoon verkeerd om aan en hij zit heel erg chill. Ik vind die mouwtjes ook echt heel erg leuk en ja, het stofje is nice. Dus ja, ik vind het helemaal leuk dit. Dan hebben we nog redelijk wat items. Oké, ik ga eerst beginnen met een tas. Ik zag dit voorbij komen en ik wilde ooit een keer een video maken in, zeg maar, met dit onderwerp. Maar ze hebben zoveel lookalike tassen. Dus lookalike Louis Vuitton tassen, Prada tassen, Gucci tassen, ze hebben echt alles. En toen dacht ik, oh, is wel leuk, want ik heb zeg maar die Prada tas met dat zakje hier. En toen zag ik dus deze en die leek heel erg op die Louis Vuitton versie met zo'n rond tasje volgens mij. Dus ik dacht, weet je, we gaan het gewoon bestellen. Tadaa! Ik vind hem oprecht heel erg leuk. Ik ga stuk. Hij past ook echt heel erg goed bij de sieraden die ik nu draag. Want ik heb ook echt alleen maar goud en chains en zo. Oh, maar dit voelt ook wel prima. Het is wel wit. Als in, je moet hem niet vies maken. Maar ik vind hem op zich wel chill. Ja, wat kan je hiermee? Ja, je kan je sleutels erin doen. Maar dat is het ook een beetje. Maar ik vind het wel. I like it! Volgende item. Dit. Ik heb zonnebrillen besteld. Twee. Nou, het komt in een zonnebrillenhoesje. Dat is wel chill. Het zit dan weer in plastic verpakt. Dat hoeft allemaal niet, jongens. I love it! Hij moet wel een beetje op je neus. Want, zeg maar, dit is heel raar. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen met dit soort brillen. Als je een beetje zo... I'm Kim Kardashian West. En hij voelt niet mega crappy of zo. Nog een toppie. Het is weer een tie-dye shirtje. Schijnt ook weer een beetje door. Kan ik nu al zien. Maar de print is wel heel erg leuk. Ik had het idee dat hij op de foto iets minder blauwig was. But I don't know. Nou, het stofje voelt goed. Tot nu toe moet volgens mij gewoon alles passen. Ik heb het truitje aangetrokken. En ik heb hem hieronder eventjes in mijn BH gestopt. Anders dan is hij zo lang. Maar ik vind hem nice. Ja, ik vond eigenlijk dat blauw iets minder in het begin. Maar ik vind het toch wel weer wat hebben. En het stofje is heel lekker luchtig. En het is gewoon, ja, het is gewoon wel echt een leuke top. Dus nice. Dan hebben we nog een topje. Ja, dit is toch helemaal top. Dit is toch helemaal leuk. Dit is toch helemaal fantastisch. Ik heb hem aan en ik vind hem helemaal leuk. Ik vind hem helemaal leuk. Ja, hij zit goed. Hij is wel high crop, zeg maar. Dus normaal dan draag ik een beetje tot hier. Maar hij is wel echt wat hoger. Maar hij voelt heel goed. Stofje is lekker. Printje is leuk. En hij past gewoon goed. Dus toppie. We're not done yet, honey. Ik heb een kettingje besteld. Want ik dacht, oh, lekker gek. Lekker alternatief. Een kettingje met mijn geboortejaar. Wow, het sluitingje zat vast. Rude. Nou, dit is toch helemaal leuk, jongens. Hartstikke leuk. Nou, daar ben ik ook blij mee. Het is een soort van pakje. En het topje is... Huh? Ik zweer je, ik dacht dat dit een los setje was. Dus een los broekje met een los jasje dingetje. Maar het is dus een pak. En ik vind dit heel lelijk. Oké, dit is misschien het eerste item wat heel erg tegen gaat vallen. Oh my god. Laten we het passen. Nou, ik ga echt helemaal stuk. Ik weet niet wat me overkomt. Ik dacht dus dat dit één grote fail zou zijn. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Hij schijnt een beetje door, dus je ziet mijn ondergoed. Helemaal nice. BH zie je niet echt. Dus je moet gewoon wel wit ondergoed eronder aan. Dat heb ik niet. Ik heb ook even een riempje voor de taille gedaan. Vind ik altijd wel wat leuker. Maar het ding was dus dat ik dacht dat het een los setje was, omdat dit er overheen viel. Maar dat valt er dus ook overheen. En... ik vind de mouwtjes super leuk, want die zijn zeg maar poofy en dan weer strak. En wat is dit? Echt, alles zit gewoon goed. Dan heb ik
nog een shirtje. Oh, maar dit is leuk! Nou, het is een polootje in een hartstikke lekker kleurtje met lange mouwen. Maar ik moet ze... Sorry. Oh, die geur! Ja, deze schijnt volgens mij ook een beetje door. En het stofje is nou niet dat ik denk, dat ga ik aantrekken. Ik ben helemaal van slag, van mening veranderd. Ik heb het shirtje aangetrokken en ik vind hem helemaal fantastisch. De mouwen zijn echt perfect. Ik vind het heel erg leuk dat hij zeg maar zo poofy valt. En ik heb de knoopjes weer open gedaan, want dat vind ik altijd wat leuker. Hij schijnt niet door. Het stofje zit niet raar. Ik weet niet wat het is. Toen ik hem uitpakte, dacht ik echt, nee, dit gaat hem niet worden. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. En dan met die witte Nike's eronder. Ik vind het helemaal een oudje. En mijn telefoonhoesje match. Nou, ik ben helemaal gelukkig mens. Oké, we hebben nog een paar items. Ik ga beginnen met een trui. Ik heb namelijk nog een trui besteld. Maar het voelt als een normale top. Gewoon als in, het is geen truistof of zo. Zeg maar, het begon heel goed en nu gaat het heel slecht. Nou, hartstikke leuk bloemenprintje met flowers. Voor als je nog niet wist wat erop stond. Ja, ik denk dat we dit gewoon moeten passen, want ik kan nu niet echt judgen hoe het zou moeten staan. Nou, hetzelfde verhaal voor deze trui. Ik had dus verwacht dat die echt heel lelijk zou zijn, dat het stofje kut zou zitten. Dat ik hem niet chill zou vinden. Maar ik heb hem aangetrokken. Ik heb hem in mijn broek gedaan, anders is hij zo lang. Maar ik vind hem zo leuk. En het stofje is heel erg chill. Omdat het dus niet echt een dikke truistof is. Dus je kan hem ook gewoon in de zomer aan. En hij schijnt ook niet door. Ik vind het leuk dat hij hier wat oversized valt. Ik vind de print leuk. I don't know. Het positief verrast. Even kijken. Dan heb ik nog een tasje gekocht. Hij is wel kleiner dan ik had verwacht. Maar ik vind hem wel heel schattig. Tadaa! Dit is toch hartstikke leuk? Nou, ik vind het wel leuk. Ik vind het alleen jammer, er staat hier fashion and trend. Dat ik denk, waarom zet je dat op een tas? Had je net zo goed weg kunnen laten. De volgende zonnebril. En zoals ik al zei, is dat eigenlijk dezelfde als die ik net had. Alleen in een iets andere kleur. Ja, deze is een beetje oranje-roze. Very 80s. Very Cartier. Het is wel een leuke bril voor een shootje of zo. Dit gaat al helemaal niet werken in de zon. En dan zijn we aangekomen bij het laatste item. En dat zijn er twee, als het goed is. Ja, het zijn er twee. Dat scheelt. Dit is namelijk weer een setje met een basic paars shortje. En daar zit dus zo'n topje bij. En dit vind ik heel chill. Ik draag deze dingen echt bijna elke dag. Ik heb ze bijna in alle kleuren, maar deze kleur had ik nog niet. En ik vind het dus heel erg leuk om dit dus te matchen met iets van een short die erbij past. En dit voelt letterlijk hetzelfde als die topjes die ik heb van de Zara en van Naked. En de kwaliteit voelt echt heel erg nice. Ik ben helemaal obsessed met dit setje. Dit was helemaal hoe ik het in gedachten had. I love it! Zo, met die dingen eronder. En oh, de kleur is perfect. En het zit goed. En het schijnt niet door. En oh, very satisfied. Ik ga even de schade filmen van wat hier allemaal ligt. Want het is echt heel heftig. Nou, zo zit ik er dus bij. Oh, heel heftig! En hier een hele doos met plastic. Helemaal top. Lekker bezig zijn. Shein. Sorry, ik ben er helemaal klaar mee. Vond je deze video leuk? Laat het dan vooral even weten. En laat ook in de comments weten welke items jij het leukste vond. En dan zie ik je heel erg snel. Doei!